bijzonder dat dit erachter zit. Ja, blijkbaar. Ja. Maar op het moment dat ik denk, ik bind maar iemand en blijf de rest van mijn leven naast me staan, dat dat ook het gevoel kan geven van... Waarom zeg ik nou zulke nare dingen? Maar dit is eigenlijk het naaste wat ik zou kunnen zeggen, toch? Je luistert naar de Omdenken podcast. Ik ben Bertolt Gunster en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun problemen. Het is niet het doel om die problemen per definitie om te denken. Er zijn namelijk meerdere bevredigende manieren om met een probleem om te gaan. Soms blijkt er bij nadere beschouwing helemaal geen probleem te zijn. Soms is een probleem oplosbaar. Soms kan je een probleem ook loslaten door je eigen verwachtingen los te laten. En soms, ja soms kan je het probleem daadwerkelijk omdenken en er een nieuwe mogelijkheid voor maken. Maar wat de uitkomst ook is, de doelstelling van dit gesprek is om het probleem te laten verdwijnen. Vandaag ga ik in gesprek met Xander, die al een hele tijd single is en daar nu eigenlijk wel klaar mee is. Want de startvraag ligt voor de hand natuurlijk. Wat is je vraag? Ik ben al jarenlang alleengaand. Ik heb af en toe wel korte tijd partners. Jarenlang heb ik het eerlijk gezegd heel prima gevonden. Want ik red me prima mijn eentje. Ben nu bijna 47. Oud, echt. Ik vind mezelf nog niet oud, al merk ik wel dat een aantal dingen... Je bent op weg. Ik ben op weg. Ja. Nee, waar ik nu tegenaan loop, is dat ik in mijn vriendenkring eigenlijk iedereen een partner heeft. Ik het lastig vind om met eentje naar feestjes te gaan. Eigenlijk ben ik het een beetje beu om. Ja. Eigenlijk ben ik op zoek naar een maatje. Ja. En is van het mannelijk of vrouwelijk geslacht? Ik ben homo. Dus die aanname had ik al, maar ik check hem even. Ja, weet dat Pierre helemaal goed ingeschat. Ja. Hey, dit is een lastig probleem. Want er zitten ontzettend veel haken en ogen aan. Want waarom en hoe dan en wat dan. Dus we gaan eens op ons gemakje naar kijken. Heb jij een soort ideaalbeeld hoe het eruit ziet als jij een partner hebt? Dat zie je dan voor je? Mijn droombeeld? Mm-hmm, ja. Dat ik een soort latrelatie heb. Heel veel leuke dingen. Je woont apart? Woont apart. Allebei daardoor wel een stuk privacy. Gedeeld voor jezelf. Niet op elkaars lip zitten. Wel veel met elkaar kunnen delen. En leuke verhalen, ervaringen. Verhalen, ervaringen. Gevoelens. Een soort maatje, zoek ik eigenlijk. En als je er niet hebt, die heb je nu niet, wat betekent dat dan voor je? Dat betekent, dat is heel dubbel, ga ik meteen zeggen. Mm-hmm. Dat ik enerzijds alle ruimte en vrijheid in mijn leven heb, die ik eigenlijk ook altijd gewend ben geweest. Anderzijds geeft ook een stuk leegte. En af en toe gevoelens van eenzaamheid en frustratie. En kan je die leegte, eenzaamheid en gevoelens van frustratie, kan je die kleur geven? Wat beschrijft dat is? Hoe ziet dat eruit dan? Het ziet er van mij met name uit dat op bepaalde momenten gevoelens van onmacht, eenzaamheid worden getriggerd. Waardoor ik me wat machteloos voel. En denk van, waar zou ik eventueel zo'n maatje kunnen vinden? Het uitgaansleven ga ik af en toe in, maar ik merk dat ik na 2 bier en om 11 uur 's avonds heel graag weer naar huis wil, mijn bed in wil. Het geeft me namelijk een stuk leegte. En daarmee voor mij af en toe ook een beetje een gevoel van uitzichtloosheid. Ja, dat klinkt heel zwaar. Het is niet zo groot als het woord is. Maar bij vlagen denk ik wel. Bij vlagen is het... Op en neer dit gevoel. Ja. Laten we even naar de trieste momenten gaan. Dan hebben we die maar gehad. Nou, een heel triest moment was onlangs toen ik mijn belastingaangifte deed. En dan betaal je als alleengaande toch meer belasting. En heel toevallig, het klinkt heel flauw. Ik was bij mijn buren, die hebben met z'n tweeën hetzelfde jaarinkomen als ik heb. En wat heel toevallig een belasting, het verschil in betaling. Dus het staat eigenlijk los van het hebben van een maatje. Hè? Ja, interessant. Maar ik had nou nooit verwacht dat je nou niet mee zou komen. Maar dat je met een financieel ding... En wat dan? Wat gebeurt er dan? Nou, daardoor was ik... Toen ging ik naar huis en toen... Dat versterkt op dat moment het gevoel van, jeetje, nu ga ik naar huis, ik ben alleen. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om alleen te zijn nu. Ja. Ik zou nu graag bij iemand zijn. En je wordt ook nog financieel gestraft. Maar dat was eigenlijk meer de aanleiding dat op zich zo erg was, toch? Dat begrijp ik, hè? Het was meer de aanleiding dat dat op zich een probleem was. Ja. Stel, je gaat dood, hè? Over 30 jaar of zo. En je hebt nooit zo'n maatje gevonden. Wat dan? Lastige vraag. Dan
Dan heb ik heel veel mooie momenten in ieder geval om terug te kijken. Ja, je maar dan, moet niet zo blijven halen maken. Maar dan... Je moet het niet opleuken. Nee, dan... Nee. Maar wat dat dan? Dan zou best kunnen zijn dat ik wat eenzaam heen ga. Is dat zo? Je hebt toch ook vrienden, neem ik aan, of kennissen? Familie? Ik heb vrienden, kennis, familie. Hoe zou je dan aan je sterfbed helemaal alleen zijn? Nee, want ik heb in die zin geen eenzaamheidsproblematiek. Maar dat is dan toch niet... Je hebt dan geen maatje, maar je bent dan niet eenzaam in de zin... Je voelt je misschien wel eenzaam, daar ga ik me niet tegen verzetten. Ja. Maar je bent het feitelijk dan waarschijnlijk niet. Nee. Oké, dus we gaan even naar het ergste uit. Hè. Dus jouw leven was... je was 47, je had nog wel wat relaties gehad. Je ging op zoek naar een vaste relatie, maar die was er niet. En je ging dood, je was 80, 85, 90, whatever je wil. En dan lig je in dat ziekenhuisbed. Je was niet eenzaam, want er waren wel vrienden, familie... nog wel scharrels gehad en zo. Die dan misschien wel langskwamen. Maar je lag daar zonder... dat iemand jouw levenspartner was. Wat betekent dat dan voor jou? Wat betekent dat dan? Op dat moment zou het liever betekenen dat ik... mezelf nogmaals zal afvragen wat maakt... dat ik alleen heen ga. Ja. Ik zou die vraag bij mezelf neerleggen. Dat is een hele goede vraag. En dat het leuk is, daar kunnen we het nu al over hebben. Want we zijn er nog niet daar. Geef eens antwoord. Het enige wat op dit moment heel meteen bij me opkomt, ik belemmer mezelf in het aangaan van een relatie. Ik zie dat je moet nu naar woorden zoeken. Moet zoeken, ja. Deze vragen die boren een gebied aan wat wel slijmen, maar waar nooit over gevraagd is. Hè? Mm-hmm. Okay. Je vraagt jezelf af wat je dan doet dat je nooit een partner weten te vinden. Dus blijkbaar is de alleenstaande zaad voor jou... De alleenstaande staat van zijn... is voor jou een teken dat er iets mis is aan jou. De deugd is... Nou, wat is er mis aan jou dan? Dat is de volgende logica. Blijkbaar is er iets gewoon echt defect. Alexander. Nou, defect heeft dan toch... Denk ik met... Nee, heeft voor mij... Ik moet niet ja maar gaan zeggen. Je mag wel, maar je mag ja maar zeggen. Het heeft te maken met... Binding. Je hebt bindingsangst. Ja? Ik heb het nooit zo willen noemen, maar er zit... Is dat zo? Kan waar zijn, maar ik heb natuurlijk de taak om het allemaal op waarheid te onderzoeken. Heb jij bindingsangst? Ik denk in lichte mate in die zin dat ik... maar in heel veel situaties mensen makkelijk kan binden. Mm-hmm. Maar op het moment dat ik denk... Ik bind maar iemand en blijft de rest van mijn leven naast me staan. Dat ook het gevoel kan geven van... Heb je samen gewoon met mensen... Nooit. Wel latrelaties gehad? Ja. Wat is je langstdurende relatie geweest? Anderhalf jaar. Is niet heel lang, nee. Nee. Ik denk, hij gaat wel zeggen 8 jaar of zo. En dan zeg ik, nou, dan valt er met die bindingsangst wel mee. Maar je zegt 1,5 jaar, dat is vrij kort. Mm-hmm. Was jij degene die het vaak uitmaakte? Of ging het samen wel? Of is er een patroon in waar te nemen? Ja. Wat is het patroon? Het patroon is veelal dat... Bij mijn aanloopperiode heeft dat ik iemand toelaat. Heel dichtbij me durf laat komen. En op het moment dat mensen te dicht, voor mijn gevoel te dichtbij komen... ik ook alweer probeer wat afstand in te bouwen. En dat zie ik vaak pas na afloop dat ik dat doe. En ben jij dan degene die de relatie vaak dan beëindigt of laat aflopen? Of die de afstand wat groot... Ben jij degene die op afstand die wegduwt? Ik ben degene die wegduwt, ja. Aha. Ja. Dat is niet handig, want dat wil je niet. Klopt. Oké. Waarom ga je duwen dan? Het wordt me dan te heet onder de voeten, komt er dichtbij... in die fase heb ik niet zo heel veel relaties gehad. Maar de keer dat ik dat kwam ook de vraag, wie ben ik? Hoeveel relaties heb je gehad ongeveer? 4. Oké, maar goed, dan heb je wel wat ervaring. Dat is ik niet heb, niks. Ja, ik heb wat ervaring, ja. Sorry, ik onderbrak je. En dan? Ik kom op een gegeven moment op de vraag uit in een relatie, wie ben ik, merk ik. Alsof ik mijn eigen identiteit niet... Alsof je die opgeeft in een relatie? Ja. Val je helemaal samen met de ander? Ik heb wel de neiging om te gaan pleasen in een relatie.
Kijk, nou hebben we een probleem. Nou kunnen we aan de gang. Nee, ik denk, we gaan hier met iemand die regelen. Dit is hier hebben we iets concreets te pakken. Oké, geef eens een voorbeeld dat je pleased. Doe maar meteen het ergste dat je de oh, dat had ik nooit moeten doen. Dat ik dat, dus ik schaam me kapot dat ik zo ben gaan pleasen. Nou, ik schaam me er niet voor, maar wat ik een heel lastige situatie vond. Wat je misschien wel zou moeten doen, je ervoor schamen. Maar ik ken het voorbeeld nog niet. Oké, dus, dat ga ik lekker toch niet doen? Nee. Een ex-partner die gaf een groot feest op Koningsdag. Met een groep mensen waar ik niet zoveel binding mee had, waar ik me niet prettig bij voelde. Ik ben wel gegaan omdat hij dat graag wilde. Mm-hmm. Terwijl ik vooraf al wist dat er middelen op tafel zouden komen als cocaïne. Ik kwam naar ze met veel alcohol, waar ik me niet prettig bij voel. En ik heb daar een uurtje of zes bij gezeten, mezelf zitten opvreten, mond niet opengetrokken, omdat ik vond dat ik weer hem moest zijn. Werd het onbehagelijk, vervelend, nare stemming? Of wat was het dat je het niet fijn vond? Ik vond het niet fijn toen al die mensen onder invloed waren. Toen dacht ik heb geen contact met ze. Ja, ja. Je voelde je buitenstaander. Ik voelde me buitenstaander. Ja. Ja, en dat was je feitelijk natuurlijk ook. Maar je bent gebleven. En dat doe je dan voor hem om hem te pleasen. Ja, zeker alleen voor hem, ja. Waarom doe je dat? Waarom please je hem? Omdat ik heb het dat moment van dat voor hem heel belangrijk was. Hij organiseerde een feest. En er waren een aantal mensen bij waardoor hij hoopte dat hij een opstapje had naar een baantje. Als DJ. Ja. Een aantal clubs. Voor hem was het belangrijk? Het was voor hem belangrijk en daarom heb ik het gedaan. Mm-hmm. Voor hem. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat is niet zo erg. Dat doen mensen is voor elkaar. Maar voor jou is dit bijvoorbeeld blijkbaar een voorbeeld van een patroon. Je doet dat vaker. Ja. Oké, dan. En doe je het dusdanig vaak dat het problematisch wordt voor jou? Want ik kan nu meer voorbeelden gaan vragen, maar... Het wordt uiteindelijk voor mij problematisch op het moment dat ik me op een gegeven moment moet gaan afvragen, maar wie ben ik, wat wil ik? Want dat weet je dan niet meer? Nee, dat weet ik ook. Op een gegeven moment weet je niet meer wat jij wil? Op een gegeven moment merk ik alleen maar dat mijn gevoel zo sterk wordt, dat ik gewoon weerstand krijg tegen situaties. En eigenlijk om je autonomie weer terug te vinden, moet je de relatie verbreken en dan ben je weer een autonoom iemand. Zo voelt het, ja. Heb je wel eens een relatie gehad waarin je de ander kon pleasen, helemaal voor de ander was, maar waarin je tegelijkertijd je autonomie kon ervaren? Heb je een positieve ervaring ook? Niet in die zin, nee. Heb je wel eens momenten gehad dat je wel je autonomie bewaakte? Dat je dit doe ik niet voor jou? Ja, dat heb ik gehad. Dat waren vaak momenten dat ik eigenlijk al merkte dat ik het... niet assertief deed, maar bijna agressief. Dan was het al te ver gegaan. Dan was ik eigenlijk al over mijn grenzen heen. Ja, de grote vraag is dan, wat maakt dat je mensen dan zo ver over je grenzen heen pleased? Waarom doe je dat? Toch? Ja. 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 Ja, je moet nu eens in na te denken. Waarom doe je dat? Ik heb een hulpvraag voor je. Wat zou er gebeuren als je het niet zou doen? Dan zou ik denk ik veel meer in mijn kracht blijven, nog veel eerlijker zijn naar mezelf dan die anderen. Nee, maar dat snap ik. Maar dat snap ik. Mm-hmm. Maar zo bedoel ik de vraag. Ik bedoel de vraag, waar ben je bang voor, zodat je het wel moet doen? Wat is je angst? Wat zou er mis kunnen gaan als je het niet doet? Ik zou de ander kunnen teleurstellen. Hij is er nu wat te gokken. Maar ik denk dat we dit moeten te weten zien te komen. Je trekt er heel vragend gezicht bij. Ik zou de ander teleurstellen. Ja. Maar waarom drijft je om mensen te pleasen? Het eerste die me ook eens gezien willen worden. Ergens bij willen horen. Ik vraag een gunst van jou. Hè? En jouw neiging zal dan zijn om mij te pleasen. Zou je voor mij willen helpen met jouw hele systeem? Zegt nou ja, het zegt jouw systeem. Ja. Klopt. Mm-hmm. Wat zou er gebeuren als je zou zeggen, daar heb ik niet zo zin in? Wat weerhoudt je om dat te doen? Moment om na te denken, misschien als eerste. Oh, je denkt er niet eens over na? Ik zeg heel snel ja. Het is gewoon een automatisme. Ja, soms ziet het een automatisme. Ja, verder denk ik, als ik nee zou zeggen, dat het door 9 van de 10 mensen wordt geaccepteerd. Tuurlijk, alleen in jou, jij hebt een soort automatisch systeem, dat gebeurt niet eens. Wat zit daar dan? Want je wijst nu op je hoofd, er zit iets. Wat zit daar dan? Ik wil het weten. Ik wil dat begrijpen. Want dan kunnen we het loslaten. Kan jij het loslaten? Wat is het tegenovergestelde van iemand die pleased? Wat is daar het tegenovergestelde van voor jou? Iemand die
vaak nee zegt en een heel duidelijk grens aangeeft. Nee, maar dan nee, dit, in cool. Ik associeer het met cool en koud. Nou komen we ergens. Ik zie dat is de podcast, dus de luisteraars zien jouw gezicht niet. Daar trek je ook een gezicht bij van zo iemand wil je niet zijn. Nee. Dat, jij wil geen koud iemand zijn. Nee, klopt. Okay, wat is het vervelendste wat mensen op dat gebied over jou zouden kunnen zeggen? Hij is er niet voor me. Hij geeft geen aandacht aan me. Ja. Hij is er niet als ik hem nodig heb. Hij is er niet als ik hem... En wat voor iemand ben je dan? Als je er niet bent, wat voor soort iemand ben je dan? Als ik er niet ben, dan ben ik koud. Koud iemand. Ja. Koud. En zo iemand wil je niet zijn. Als je meerdere afleveringen van deze podcast beluisterd hebt, komt dit momentje waarschijnlijk bekend voor. Misschien denk je zelfs, daar heb je Bertolt weer met zijn beroemde experiment. Wat vind je van me als ik achteraf zeg dit en me dat hem? Maar het gekke en het tragische is, helaas lijken onze problemen vaak veel meer op elkaar dan we denken. We vinden onszelf allemaal heel erg bijzonder, maar in de grond hebben we vaak te maken met in de kern hetzelfde soort probleem. Tragisch genoeg werkt het vaak. Luister maar naar de heftige reactie van Xander op wat ik tegen hem zeg. Nou, Xander, ik zag jou zo binnenkomen bij aan het begin van deze podcast en microfoon aan doen en zo. En mijn eerste indruk was dat ik echt wel een koud iemand. Ja, dit zou een camera moeten zitten en naar jouw gezicht. Dit vind je niet prettig. Nee, en je lacht er nu om. Mm-hmm. Maar dit is, vind je een nare gedachte, hè? Ja, zeker. Ja. Weet je waarom je dit een nare gedachte vindt? Omdat jij dit ten diepste over jezelf denkt. En waarschijnlijk zeg je op Brein nu, nee, ik ben best wel aardig. Nee, jij bent niet koud, je bent ijskoud. Ik vind jou echt ijskoud. Ik je kwam binnen, het is buiten koud, maar jij neemt nog meer kou mee naar binnen dan er buiten is. Je vindt, ik voel hem mooi. Het is jammer dat dit allemaal geluid. Jij zit heel onbehagelijk nu te kijken. Waarom zeg ik nou zulke nare dingen? Maar dit is eigenlijk het naaste wat ik zou kunnen zeggen, toch? Als dit is over wat je over jezelf ten diepste denkt, en dat is natuurlijk een verschrikkelijke gedachte. Niemand, je wilt nog niet geboren zijn dat je zegt, ik ben koud. Niemand wil op zijn sterrenbed liggen en ik heb wel wat kennissen, maar verder was hij koud. Dus je wil natuurlijk geen koud iemand zijn. Nee. Dus wat doe je dan om geen koud iemand te zijn? Ga je natuurlijk aardig zijn. En pleasen en warm. Je gaat heel warm proberen over te komen. Dat lukt dan een tijd. Ik schat maximaal zo'n 1,5 jaar. En op een gegeven moment leef je dan zoveel van jezelf in. Dan moet je uit zelfbescherming moet je wel stoppen met het geven en de relatie beëindigen. Je bent een koud iemand dus, hè? Wat gebeurt er met je als ik dat zeg? Dan weet ik dat het niet waar is. En tegelijkertijd voelt het toch bijna als een soort dolk. Ja, ja. Dus het is een heel... Oh, wat leuk, wat fijn. Heel grappig. Dus het is een hele grote tegenstelling tussen wat ik denk en wat ik voel nu. Ja. Want je brein zegt, nee. En je verstand zegt, ja, dit is wat ik denk. Ja. Ja. Maar het is heel belangrijk om heel goed te zien dat jij denkt... Dat je dit denkt. Nou, je denkt dat je dit bent, ten diepste. Je weet wel dat je dit niet bent, maar je denkt dat je dit bent. En daar wil je van weg. That's it. En dus duren jouw relaties nooit langer dan 1,5 jaar. Want je gaat nog steeds je best om warm over te komen, gaat een tijdje goed, maar je gaat over je grens heen. Want koud zijn betekent ook de gezonde variant van koud zijn, is dat je gewoon een grens stelt. Alleen dat kan je niet doen, want je wil niet als koud iemand ontmaskerd worden. Het woordje gezond... Dus waar ligt dan nu jouw bevrijding? Nou, dit is volgens mij de kern van wat jou drijft om in een relatie te snel in te leveren. Wat een patroon in gang brengt, waardoor je na 1,5 jaar wel ruimte voor jezelf moet nemen. Waardoor, als dat zich repeteert alsmaar, je lost dat niet op, maakt dat je in je leven, ja, als je terugkijkt, zal je dan misschien nog 2 of 3 vanaf hier relaties van 1,5 jaar gehad hebben. Maar zo zal je dan terugkijken. En volgens mij, de werkelijke vraag is niet of jij een partner vindt of niet. En hoe lang je daarmee woont. Sommige mensen zijn namelijk heel ongelukkig in een relatie. Maar dat hoef ik jou niet te vertellen. De werkelijke vraag is of je gewoon een aantal jaren gelukkig met mensen hebt kunnen zijn. Een relatie hebt kunnen hebben. En de reden waarom dat niet lukte en niet lukt, volgens nog, is omdat jij gewoon veel te snel over je grenzen heen gaat. En als dit
als je dit patroon los kunt laten, dan heb je niet de garantie dat je een leuke partner vindt met wie je leuk samenwoont. Maar de kans dat je die vindt en dat je daar een langdurige relatie mee aangaat, is wel een stuk groter. Duidelijk, ja. En je kan er gewoon op je sterfbed liggen. En wat er ook gebeurt verder, of niet, je kan als een warm iemand doodgaan. Ja. Dat was een mooie, uiteindelijk wordt toch koud, maar... Ja. Wat verrassend. Ja. Er komt een heel andere vraag. Bijzonder dat dit erachter zit. Ja, blijkbaar. Ja. Ja. Ja, ik voel het. Echt, je zou echt dolk in mijn rug zijn. Hè? Dat is een hele... Ja, het kwam heel diep binnen, die opmerking. En we kunnen nog heel lang praten, maar dit is hem. Dat voel ik, ja. Dit is hem. Ja, dat voel je ook zo, hè? Ja. 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 En toen je ook nog teruggaf wat er non-verbaal gebeurde, denk ik, ja, dit kan ik niet ontkennen van mezelf. Ja, ja. De grap is hoe kouder je mag zijn van jezelf, en als het even, ik voorspel hoe warmer mensen zult worden in de communicatie, in de omgang. Je bent gewoon een aardige jongen, je bent een lieve jongen, je bedoelt het goed met mensen. Zeg maar, er is niks mis met jou, alleen je hebt een soort idee dat je koud bent, en dan moet je alsmaar geven, ga je over grenzen heen, en dan staat het op, ach, irritant. Dat is een soort patroon. Maar als jij koud mag zijn van jezelf, gewoon, maar dan in de positieve, dus assertief, grens trekken, ik wil even alleen zijn, ik heb even behoefte aan rust, gewoon die, alles wat te maken heeft met je autonomie opzoeken. Gewoon autonomie. Als je dat als een positief verlangen kunt labelen en niet als koud, mag je zeggen, nee, ik heb behoefte aan mijn autonomie en mijn grenzen. Als je dat beschermt en daar ruimte voor neemt, dan heb je dus heel veel energie en ruimte over om als je met andere mensen in connectie gaat, om er gewoon ook helemaal voor hun te zijn. En dan ga je gewoon nog steeds mee met zo'n cocaïnefeest. Je vindt het kut en je voelt je buitengesloten. Oké, maar dat doe je dan een keer. En de volgende dag heb je gewoon weer autonome. Je doet het dan uit vrije keuze en niet omdat je gedwongen bent, omdat je niet een koud iemand mag zijn. Ja, hij is me helder. Ja, nou, ja. Sorry. Nee, maar ik ben blij dat ik het nog een keer... Het is zo bijzonder dat ik hier al jaren tegenaan loop in... Tof, man. Ja. Tof. Hoi. Luister jij dit nou nog steeds via je computer? Niet doen. Podcasts zijn ideaal tijdens het wandelen, koken, de was opvouwen. Maar heb jij nou geen idee hoe je deze podcast op je telefoon krijgt? Wij kunnen je helpen. Kijk op omdenken.nl/podcast en heb je al een podcast-app op je telefoon? Dan zoek je gewoon op Omdenken en voeg je ons toe. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan praat Bertolt met iemand die zich kapot ergert aan drukte in de trein.